Loopbruggen en stijgers zullen binnenkort volgens een ander model worden onderhouden, zegt minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De bewindsman stelt dat hij graag duurzaam werk laat verrichten door zijn personeel, maar onderstreept dat dit veel geld kost. Er is een besluit genomen. Met beperkte middelen is het altijd moeilijk om te overwegen welke brug ga je in hout rehabiliteren. Want dan heb je over een jaar misschien hetzelfde probleem weer en welke brug duurzaam. Ik hoop, maar er komt een ronde. Het besluit van mij is, of het beleid is van het ministerie van Weer, dat we zoveel als mogelijk proberen bruggen duurzaam te maken. Er zijn al een paar gedaan, maar jullie weten het niet, waarbij houten bruggen in betonnen platen zijn omgezet. Is for always. Je kent het geval Hena-brug, het geval Uitkijkbrug, ook duurzaam aangepakt. Dat gaat 30 jaar, 50 jaar, 100 jaar misschien zelfs mee. En dat is het besluit. Dus Noor Mohammed zegt dat er binnenkort een aantal brugliggers zullen worden aangepakt. Vooral de bruggen die veelal worden gebruikt door kinderen en ouderen zullen worden hersteld. En als het korte overspanning heeft, dan is het besluit dat we dat duurzaam gelijk doen. Stijgers bijvoorbeeld is een complexe zaak. Omdat een stijger al gauw 10, 20 miljoen kost en dat is mijn hele begroting op. En daarom bij de stijgers ben ik helaas genoodzaakt om op de traditionele manier door te gaan. We gaan nu proberen om te kijken of we het semi kunnen doen. Horizontaal duurzaam en het gedeelte in 3-4 even kijken hoe we dat traditioneel of duurzaam kunnen doen. Maar u gaat binnenkort zien dat ik start met een nieuw pakket van initiatieven wat loopbruggen betreft en stijgers. De minister vertelde ook over enkele nieuwe maatregelen op zijn departement. Zoals de voorzorgsmaatregelen om vooral diefstal te voorkomen.